Op 20 juli 1985 is de nieuwe haven van Zeebrugge plechtig ingehuldigd geworden door koning Boudewijn. De vorst heeft eraan gehouden hen die deze grandioze realisatie tot een goed einde brachten te feliciteren. Vakantie, plezier, levensvreugde. Dit zijn de beelden die de Noordzeekust schept. Dit is maar één van zijn aspecten. Soms breken hier ook hevige stormen los. De lage, rechtlijnige kust biedt maar weinig natuurlijke bescherming voor de scheepvaart. Op het einde van de middeleeuwen kende Brugge een buitengewone bloei, dankzij het Swin, een brede, diep in het land dringende inham. Brugge groeide uit tot een van de belangrijkste handels- en kunstcentra van Europa. Jammer genoeg is het Swin geleidelijk aan verzand en de bloeiperiode van Brugge ebde weg. De havens van Antwerpen en Gent namen het roer over. Samen met het zeeverkeer verplaatste ook de economische activiteit zich naar de steden toe. Op het einde van de 19e eeuw ontstond door de ontwikkeling die België doormaakte de behoefte aan een zeehaven. Onder impuls van koning Leopold II kwam Zeebrugge tot stand. De uitzonderlijke geografische ligging vormt de grondslag van zijn succes. Om het toenemende verkeer te kunnen verwerken en om gelijke tred te houden met de grote groei van de tonnemaat van de schepen, besloot de Belgische regering in Zeebrugge belangrijke uitbreidingswerken aan te vatten, waarvan hier het project in het stadium van uitvoering. Bij het begin van de werken zag de haven van Zeebrugge er zo uit. Aanleg van een achterhaven en een sluis voor schepen tot 125.000 ton. Werkterrein en werkhaven aangelegd voor het opslaan en het overladen van enorme hoeveelheden materiaal. Bouw van een terminal voor methaantankers. Ten slotte zijn er twee dammen die in zee worden uitgebouwd met daartussen de havenmond. Zij beschermen de voorhaven en de daarin gelegen dokken en haventerreinen. De studies worden uitgevoerd onder leiding van het ingenieursbureau HACON. Tijdens een diepgaand studieprogramma wordt het project onder al zijn aspecten onderzocht. De vormgeving van de havendammen en de invloed daarvan op stroom- en golfbeweging werd op modelschaal bestudeerd in het Rijkslaboratorium voor waterbouwkundige proefnemingen te Borgerhout en te Maison Alfort nabij Parijs. De modellen zijn computergestuurd. De stabiliteit van de dammen wordt in een golfgoot onderzocht onder invloed van waterstand en golfaanval.
De werken worden uitgevoerd onder de leiding van het dienst ter kust, bouwheer. De uitvoering van de buitenhaven werd aan een tijdelijke vereniging toevertrouwd, Zeebouw Zeezand, waarbij 8 belangrijke ondernemingen betrokken zijn. De Meijer, François CFE, Franky, Koninklijke Boscalis Westminster, SBBM, De Nul, Dredging International, Baggerwerken De Kloet en Zoon. De administratieve en technische diensten van Zeebouw Zeezand werden gevestigd op de werf zelf. Hier ontvangt en verwerkt men alle informatie over de toestand van de zeebodem en de vorderingen van de dambouw. Het nemen van bodemmonsters of op verschillende diepten onder de bodem. Nog diepere bemonstering vanaf een hefplatform. Seismisch onderzoek op grote diepte. Schepen uitgerust met de modernste elektronische apparatuur controleren voortdurend de evolutie van de zeebodem. Het optimale vaarschema wordt door computerprogramma's bepaald. Het onderzoek werd gesteund door meetvaarten op werkelijke schepen. Deze scheepsbrug is een onderdeel van de scheepssimulator in het NSP te Wageningen, waar de scheepsmanoeuvres in functie van de havenuitbouw werden bestudeerd. Een satellietfoto van Europa wordt geregistreerd. Dit is een van de gegevens waarover de weerkundige dienst beschikt. Deze dienst moet weer- en golfverwachtingen geven, hetgeen van groot belang is voor de uitvoering van het werk. Op verschillende punten worden stroommeters uitgezet die de kracht en de richting van de stromingen opmeten. Door duikers worden zij regelmatig geïnspecteerd en verplaatst. Verwerking van de aldus verkregen informatie. De totale waarde van het door Zeebouw Zeezand samengebracht materieel wordt op 1,5 miljard Belgisch, zonder de grote baggerschepen mee te rekenen, die elk zowat 1 miljard waard zijn. Ateliers verzorgen het onderhoud van het belangrijke machinepark. Vijf miljoen kubieke meter stortstenen, afkomstig uit diverse steengroeven, worden in de dammen verwerkt. Per dag worden op de werf Zeebouw Zeezand 7 à 8000 ton stenen aangevoerd. Automatisch wegen van de met stenen beladen vrachtwagens bij hun aankomst op de werf. Een andere weeginstallatie registreert het gewicht van de wagons voor de steen die per spoor wordt aangevoerd. Het opslagterrein beslaat 40 hectare. De dammen worden in opeenvolgende fasen opgebouwd. In het damtracé worden eventuele slechte grondlagen weggebaggerd.
Deze bewerking wordt uitgevoerd door een zeewaardige kutterzuiger die een vermogen van meer dan 16.000 pk ontwikkelt. Een sleephopperzuiger zuigt zand in zee op en klapt het dan om de uitgraving op te vullen, waardoor een draagkrachtige fundering ontstaat. Er wordt grind gestort om een eerste bescherming tegen erosie te bieden. Het wordt met splijtbakken verwerkt. Voor zover nodig wordt een deel van het zand met trilnaalden verdicht. De fundering van de damteen en de aanliggende zeebodem wordt met zinkstukken tegen erosie beschermd. De zinkzaten is in de nabijheid van de haven op een hellend vlak gelegen. Een zinkstuk bestaat uit een vlechtwerk van wiepenrijshout en vulhout op een filterdoek van 1500 vierkante meter met nylontouwen vastgeschort. Meer dan 1.100.000 vierkante meter werden afgezonken. Een zinkbalk wordt aan één uiteinde van het zinkstuk vastgemaakt. Het zinkstuk wordt door sleepboten van de helling getrokken. Het afzinken is een delicaat werk. Het vereist een uiterst nauwkeurige positionering van beide pontons, waartussen het zinkstuk wordt vastgemaakt. De met water gevulde balk neemt één zijde naar de bodem mee. Een steenstorter brengt de zinksteen aan, waardoor het stuk regelmatig en vlak op de bodem wordt afgezonken. De zinkbalk zakt en neemt het zinkstuk mee. Bermen worden gestort in breukstenen van 3 tot 6 ton en daarna de damkern in Thouvenant. Gespecialiseerde steenstorters voeren de stenen naar de plaats van bestemming. De plaatsbepaling dient hierbij uiterst nauwkeurig te geschieden. Wanneer de natte onderbouw is voltooid, wordt de bouw van dam op het droge voortgezet. Ondanks het zwaar weer gaat de bouw van de dammen voort.
De talus van de dammen zijn bekleed met breukstenen van 1 tot 3 ton, met aan de zeezijde daarop nog een dubbele laag betonblokken. Vanaf een centrale vervoeren speciaal ontworpen vrachtwagens het beton naar de werf waar de blokken worden gemaakt. Ongeveer 60.000 blokken met een gewicht van 20 tot 30 ton zullen worden aangebracht om de dammen te beschermen. Deze kraan is met een plotsysteem uitgerust, waarmee de blokken tot op 30 centimeter nauwkeurig volgens een vooropgesteld schema kunnen worden gezet. De dam wordt voltooid met de plaatsing van kruinblokken en de aanleg van een dienstweg. Ten slotte wordt de verlichting aangebracht. De totale lengte van de dammen zal ongeveer 14 kilometer bedragen. Zie hier de verschillen van dit terrein van 50 hectare, gewonnen op de zee, dat bestemd is voor de installaties van vloeibaar gas. Zeebouw Zeezand heeft meegewerkt aan de bouw van de steiger voor de methaanschepen. Deze constructie moet beantwoorden aan uiterst precieze eisen om de totale veiligheid te waarborgen. Parallel hiermee verloopt de aanleg van de westelijke dam. De ruimte tussen deze dam en de Leopold II-dam wordt opgespoten. Gebaggerd zand wordt door een kutterzuiger opgezogen en weggeperst over een afstand van circa 5 kilometer. Voor het westelijke terrein is in totaal circa 32 miljoen kubieke meter zand nodig. Bij hoogwater was er tussen Heist en de Nederlandse grens zo goed als geen strand meer. Het opspuiten van nieuw hoogwatervrij strand maakt deel uit van het raamcontract voor de aanleg van de haven. In zeegebaggerd zand wordt geklapt in een dumpput in de toegangsschul tot de nieuwe zeesluis. Dit zand wordt door een kutterzuiger opgezogen en daarna naar de stranden over een afstand van maximaal 11 kilometer geperst. Deze strandsuppletie is een der belangrijkste die ooit ter wereld werd verwezenlijkt. 9 miljoen kubieke meter zand moesten ervoor verwerkt worden. Opdat de nieuwe haven toegang kan verschaffen aan schepen met grote tonnenmaat, moeten de vaargeulen worden verbreed en verdiept.
Zij worden uitgebaggerd tot 13 meter onder laag waterpeil. Meerdere grote sleepzuigers zijn hierbij ingezet. Deze werken, zoals trouwens alle werken voor de aanleg van de haven, brengen de normale activiteit van Zeebrugge niet in het gedrang. Naarmate de haven van Zeebrugge in gebruik wordt genomen, zal een economische attractiepool worden gevormd die het hele land ten goede zal komen. Bij de werken, verspreid over verscheidene jaren, wordt een beroep gedaan op medewerkers met de meest uiteenlopende kwalificaties. Ingenieurs, technici, zeelui, geschoolde en ongeschoolde arbeiders enzovoorts. Zo wordt tijdens, maar vooral ook na de voltooiing van de haven, een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid. De buitengewone omvang van de werken te Zeebrugge heeft de ondernemingen Zeebouw Zeezand ertoe gebracht geavanceerde technologieën toe te passen en vaak nieuwe, hooggespecialiseerde machines te ontwikkelen. Hun know-how kan ook worden ingezet bij andere belangrijke werken, overal ter wereld, en bevestigt al dus de bekendheid die België heeft verworven op gebied van civiel-technische en waterbouwkundige werken.